Helemaal leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Zoals jullie kunnen zien zie ik er iets anders uit dan normaal. Want vandaag ga ik een morning vlog doen. Het is dus niet een echte morning routine met een voice-over. Helemaal mooi. Maar het is gewoon echt mijn morning. Dus ik ga het een beetje een vlogstijl doen. En zoals jullie kunnen zien heb ik net ook eventjes gedoucht. Want dat doe ik best wel vaak in de ochtend. Ik was mijn haar eigenlijk niet meer s'avonds. Maar dan douche ik nog wel s'avonds. Maar niet mijn haar wassen. Als je snapt wat ik bedoel. Dus ik heb net eventjes gedoucht. En na douchen ga ik altijd gelijk wat aantrekken. Want ik heb het nu echt ijskoud. Dus ik wil snel kleding aan. Dit is dan mijn outfit voor vandaag. Als eerste dit topje van Naked. Het is een wrap top. Ik weet niet hoe goed jullie het kunnen zien. Maar het is toch echt een wrap top. En ik heb deze flared broek aan van de Abercrombie. Als ik mijn outfit dan aan heb, dan ga ik eigenlijk altijd gelijk even mijn haar venen. Want ik hou niet van nat haar. Ik vind het gewoon niet echt lekker ofzo. Dus dat ga ik nu doen. Mijn haar is nog niet helemaal droog, maar de rest laat ik aan de lucht drogen. Ik heb de camera even op een statief gezet, want ik ga nu make-up doen. En dat is meestal niet echt heel spectaculair voor school, omdat ik het in 10 minuten of zo moet doen. Maar ik ga beginnen met een moisturizer, want mijn huid is na de douche altijd best wel droog. Ik weet niet waarom. Maar als ik maar even laat kan zetten. Ik ga deze moisturizer gebruiken van Kylie Skin. Ik vind hem eerlijk gezegd echt super fijn. Dus dat is mooi. Ik wilde altijd al iets van een Kylie Skin hebben en ik ben hier heel erg tevreden over. Het kan trouwens dat jullie allemaal dingen op de achtergrond horen en zo. Maar dat komt ook gewoon omdat iedereen zich nu aan het klaarmaken is voor school of werk. Dus daar kan ik niet zoveel aan doen. Ik kan niet zeggen stil zijn. Want ik ben aan het filmen, want we moeten ook gewoon klaarmaken. Dan ga ik eigenlk gelijk door met concealer. En ik gebruik de Tarte Shape Tip Concealer in de kleur 16N, oftewel Fairlight Neutral. En die doe ik altijd een beetje op mijn wallen, want ja, ik heb niet echt wallen, ik heb meer gewoon donkere kringen. Dus die wil ik weghalen en pukkeltjes en zo. Eigenlijk doe ik nooit foundation op naar school. Vind ik een beetje too much. Zoiets. En nu zie ik er heel gek uit, maar ik ga het nu uitblenden. Ik wilde even zeggen dat ik volgende week toetsweken heb. En daardoor ben ik nu al best wel erg gestrest. En is dit waarschijnlijk even de laatste video. Nou tenminste, ik denk niet dat ik volgende week een video ga posten omdat ik zo erg gestrest ben. Ik weet niet of jullie dat ook altijd zijn voor toetsweek. Laat het anders maar even weten in de reacties. Als jullie stress hebben tijdens toetsweek. Want ik wel. En dan heb ik eigenlijk gewoon geen tijd om iets van andere dingen te doen. En het leuke is nog, ik ben zeg maar jarig, een dag voor twee. Dus heel mijn verjaardag moet ik gaan leren. Dat is leuk. Not. En dan soms, zoals nu, doe ik iets meer concealer op sommige plekjes. Omdat die dan niet de eerste keer goed gedekt zijn. En je ze eigenlijk toch nog ziet. En dat is natuurlijk niet de bedoeling als je concealer op doet. Dat je dan toch nog alles ziet. Dan gebruik ik altijd wat poeder, zodat ik nergens naartoe ga heel de dag. Dit is trouwens een morning routine voor een dag naar school. Ik weet niet of jullie dat door hadden, maar dat is het. Ik gebruik deze poeder van Fenty Beauty in de kleur Butter. Het is een van de fijnste poeders, want hier kan je mee door de regen fietsen en niks gebeurt met je make-up. Dan, omdat ik nu echt een spook ben, door de poeder en de concealer ga ik wat bronzer op doen. Eigenlijk doe ik naar school nooit echt blush en highlighter op. Ik weet niet waarom. Het kost namelijk echt geen moeite om op te doen, maar gewoon geen zin in ofzo. Oh, ik gebruik trouwens de NARS bronzer in de kleur Laguna. Echt een van de fijnste bronzers die ik heb. Als dat erop zit, ga ik eigenlijk altijd verder met wenkbrauwgel. Ik doe eigenlijk nooit mijn wenkbrauwen bijtekenen, maar wenkbrauwgel doe ik eigenlijk best wel vaak op. Ik heb namelijk best wel lange wenkbrauwharen en die gaan altijd overal naartoe. Als ik op de fiets zit bijvoorbeeld. Ik doe nooit echt oogschaduw op naar school, maar wat ik wel op doe is mascara. En op dit moment gebruik ik de Dare Real mascara van Benefit. Dus die ga ik nu op mijn bovenwimpers en op mijn onderwimpers doen. En omdat die mascara eigenlijk je wimpers heel veel lengte geeft, doe ik ook nog wat volume erbij toevoegen met de Bad Girl Bang mascara van Benefit.
Dan heb ik even de restjes make-up om mijn oogleden weggehaald en om mijn lippen, want daar zat wat concealer op. En de laatste stap die ik kan doen is wat lippenpas moet doen. En dit is de Carmex uit mijn Visco video. Het is oprecht een fijne lippenpas. En inmiddels heb ik eigenlijk best wel honger. Dus ik ga eindelijk ontbijten. Hey. Hey, Loonie. Ik denk dat de meesten van jullie wel weten wat mijn ontbijt is. En dat is een boterham met pindakaas en een glas met melk. Tenminste, je weet dat als je vaker mijn video's kijkt. En dat is ook precies hetgeen wat ik vandaag ga eten. Ik ben al begonnen omdat ik zoveel honger heb. Na mijn ontbijt ga ik natuurlijk altijd even mijn tanden poetsen. Dus nu doe ik dat ook. Ik vertel wat ik ga doen en dan doe ik het. Heel de tijd. Nou, dan doe ik nog een paar laatste dingen om klaar te maken voor school. Als eerste is dat mijn sieraden omdoen. En dat zijn eigenlijk altijd dezelfde. Mijn Daniel Wellington horloge met mijn Daniel Wellington armbanden. Mijn ringen. En mijn oorbellen. En dan als laatste nog mijn ketting. En natuurlijk is het ook even belangrijk om mijn haar te borstelen. Want ik ga niet zonder geborsteld haar naar school. Inmiddels is het trouwens al iets droger dan net. Maar nog steeds niet helemaal droog. Maar dat maakt maar niet heel veel uit. En dan is dit de look voor school. Natuurlijk moet ik nu nog even mijn tas pakken. En dan moet ik eigenlijk wel gaan. Op dit moment gebruik ik even deze tas. Maar ik zie nu de stapel boeken die ik naar school moet meenemen. En die is... zo groot, dus misschien past het er niet in. Ja, ik denk even dat ik mijn andere tas ga pakken. Ik heb namelijk ook deze tas. En deze tas is iets groter, maar minder leuk. Vind ik. Lekker zwaar tasje. En dan neem ik eigenlijk ook altijd mijn laptop mee. Laptop oplader is ook wel handig. En dat is het dan. Mijn tas die is ingepakt. Mijn lamp kan uit. En dan ben ik zo klaar om naar school te gaan. Dit is dan uiteindelijk de hele outfit. Ik heb mijn winterjas aan van de Hollister, want het is ijskoud buiten. Topje van Naked, broek van Abercrombie en mijn Vans. Voordat ik de deur uit ga, doe ik altijd ook nog even een body mist op. En dit is de Pretty as a Peach body mist van de Bath & Body Works. Zo ontzettend lekker. Volgens mij heb ik 2 van deze al opgemaakt. Hey Winnie, kom naar beneden. Ik ben even naar beneden gegaan, want ik ga nu even wat snacks pakken voor op school. Mijn moeder heeft al brood klaar gemaakt. Dank je, mam. Ze zit daar. En meestal neem ik een appel mee en wat crackers. En dan is het niet tijd om wel echt naar school te gaan. Meestal sta ik trouwens niet 2 uur van tevoren op. Dat heb ik alleen gedaan voor deze video vandaag. Maar anders is heel deze morningroutine iets gehaaster. Maar vandaag dus niet, omdat ik de tijd nam om dit voor jullie te filmen. Dus ik hoop dat je het leuk vond te zien. Als je dat vond, geef zeker een dikke duim omhoog. En abonneer op mijn kanaal als je dat niet hebt gedaan. Bedankt voor het kijken. En ik zie je de volgende keer weer. Let's go to school.